zitten nu in een Tesla Model Y, fully electric. Het is een van de best verkochte elektrische auto's in de gehele wereld. Tesla Model Y heeft wireless charging. En hier ga ik hem even wijzen. Zoals je ziet, tijdens het rijden kan mijn telefoon gewoon opladen. Dus geen USB, geen Type-D Lightning poort meer. Nu kan je hem gewoon zetten en je rijdt weg. Ik zie ook geen knoppen op die dashboard, hè? Nee, geen knoppen op de dash, omdat alles vanuit hier te bedienen is. Je kan phone calls maken, je kan op YouTube gaan, je kan die auto van hier, dit is. Dus het is alles is te bedienen via hier. Dus vandaar dat er geen knoppen meer zijn. Je hebt alleen maar hier je shifter, waarmee je auto kan en de stuur waarmee je hem bedient. Die vloer is ook erg plat, hè? Klopt. De vloer is helemaal plat, omdat er ook geen gearbox bij zit. En die batterijen zijn ook in de vloer aanwezig. Ja. Als je de charging port wil open doen, klik je maar erop en je charging port is al open. Hij is 220 volt. Kan je het ook gewoon thuis doen, want we hebben geen chargepaal in dit land. klap. Nou, chargen dat is heel makkelijk. Dat doe je gewoon van huis uit. Je krijgt een charger mee als je zo'n Tesla koopt. Hij is 220 volt. Dus chargen gaat geen probleem zijn. Oké, het is wel nieuw in Suriname, maar we gaan er naar aan wennen. Hij gaat automatisch open. Genoeg space. Hier heb je meer space. Hier heb je de frank. Ja, wat is een frank? De frank is een kofferbak. Hier heb je nog space voor misschien twee kleine koffertjes die je graag zou willen meenemen als je buiten de stad gaat bijvoorbeeld. Waar een normale automachine zou zijn, heb je nu space. Eén voordeel van elektronische auto's is dat hij geen motor heeft, geen smeerolie en hij is super snel. En behalve de Tesla is er ook nu te krijgen in Suriname de BYD. De nummer 1 elektrische auto in China. Qua uitbouw heeft hij wel wat meer. Qua interieur heeft hij ook meer. Het interieur van die BYD is helemaal anders. Een beetje chiquer. In deze heb je twee opties. Je kan hem elektronisch gebruiken of je kan hem op gasoline gebruiken. Dat is bij de BYD. Een hybride dus? Een hybrid, ja. Deze is die hybrid. Maar jullie hebben wel full electronic versions van deze? Ja. Om bij te vullen maak je hem gewoon hier. Dat is aan de linkerkant. En hier wordt hij opgeladen. Ook 220. Ook 220 volt, ja. Op 16 en 17 maart gaan deze auto's tentoongesteld worden bij Assuria High Rise. En dan kunnen die mensen net van dichtbij zelf meemaken hoe hij eigenlijk in elkaar zit.